De Amerikaanse ambassade in Suriname heeft de nieuwe leden van het Jong Leiderschapprogramma geïnstalleerd. Dit programma is bedoeld om jonge ondernemers in Zuid-Amerika te helpen beter te ondernemen door middel van diverse interactieve trainingen. Jill Sumter, een van de nieuw gekozen leden, tevens oprichter van de buurtorganisatie Pond Buiten en Omgeving, BUPO, vindt dit een goed initiatief. Deze ontwikkeling zal ook bijdragen aan het ontwikkelen van de omgeving Pond Buiten. Het is de bedoeling dat we Pond Buiten en haar omgeving zo ruim mogelijk tot ontwikkeling brengen. Daarmee proberen we dus projecten uit te schrijven en te implementeren die duurzaam zijn. Niet alleen duurzaam, maar die ook invloed zijn op de buurt en haar inwoners en hun omgeving. Een project bijvoorbeeld te noemen is gendergelijkheidsprojecten met de scholen in Pond Buiten die we onlangs hebben gedaan. Maar ook het gender-based violence project dat we samen met UNICEF en Stichting Projecta onlangs hebben afgerond in Pond Buiten. Wij geloven er sterk in dat je als individu terug moet geven aan je omgeving. Weet je, als jij verrijkt wordt in kennis, dien je dat terug te stoppen. Het belang van dit programma voor de Surinaamse samenleving is dat het niet alleen bijdraagt aan het vormen van goede leiders, maar ook helpt aan het vormen van een beter karakter van deze toekomstige leiders. Het sterkt je ook, omdat je ziet dat er heel veel jonge mensen zijn met zulke geweldige ideetjes en ze sterken elkaar. Dat vind ik heel erg mooi. Verder nog zijn de meeste van de gekozen, de oud-gekozen YLI-kandidaten vanuit Suriname, ken ik. Of niet de meeste, maar ik ken een aantal van ze, laat me het zo zeggen. En het zijn mensen naar wie ik echt op kan kijken en die echt geweldig werk doen in Suriname. Een Ruiz Carteridge, Obed Canapé, een Moreno Jackson. Het zijn echt mensen van wie je echt onder de indruk bent als je ziet wat ze allemaal doen binnen de samenleving. Sumter zegt dat het de bedoeling is de verkregen kennis te implementeren bij het uitvoeren van projecten in de toekomst. Aan de zwakke punten van de organisatie zal worden gewerkt voor het afdragen van betere vruchten. Het Jong Leiderschapprogramma is net als de afgelopen 2 jaren een online programma.